Goedemorgen, leuk dat je kijkt weer naar de derde weekvlog. Het is vandaag maandag, dus dat betekent een nieuwe weekvlog. En het zonnetje, het is buiten niet echt lekker weer ofzo. Het is niet echt heel warm, maar het is ook niet heel koud. En ja, ik heb dus net een vlog van Marcia gekeken, dat ze ging spelen in een nieuwe videoclip van TP4Y. En ik ben verslaafd aan deze. De Mucho Mango van Arizona, die heb ik zaterdag in Beverwijk gekocht. Dus voor jullie afgelopen... Wacht. Als jullie het zien, afgelopen zaterdag. Dus niet... Ja, jullie zien het vanzelf wel. Ik lig nog lekker in bedje. Ik moet eigenlijk over 2 minuten uit. Omdat ik om 8 uur mijn ogen omgekleed moet de bus hebben van 9:05. En dan ga ik lekker naar stage weer tot 5. En dan film ik thuis wel als ik klaar ben met stage. Dus. Yeah, happy Monday. Ik heb dus de hele dag niet gevlogd. Omdat ik een stage dag tot 5 uur had. Daarna naar huis ging. En daarna even de vlog heb moeten editen opnieuw. Want die was dus niet online gegaan. En nu staat die dus weer online. Yeah. En daar blijf ik altijd wel voor wakker, guys. Voor een vlog, als een video of niet is goed, is geëdit of zo. Dus dat. En daarnet heb ik gewoon net ook een uur met Cindy aan de telefoon gehangen. Dus dat wordt ook wel leuk. Sorry, ik moest even wat wegsweepen van mijn telefoon. En het is nu ongeveer 11:30. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie zometeen weer. Dus... voor mij morgen, really, nu. Het is vandaag woensdag en ja, ik ben al thuis. Ik zit op de bank te chillen. Het is nu echt donker al buiten. Het ging net keihard regenen toen ik naar huis liep. Ik ben ondertussen mijn weekvlog even aan het bekijken. Mijn eerste, want ja, waar ik me op zelf kan verbeteren. Dat is altijd wel handig en zo. Ik heb nu vrij van stage. Ik moet morgen naar school. Joe! En vrijdag moet ik naar school. En dan zaterdag ben ik jarig. Nee, zaterdag ben ik jarig. Maar dan zaterdag is mijn feest. En zondag ben ik jarig. En ondertussen zit hier... mijn lieve kat. Die zit hier te chillen. En ze zijn me heel erg aan te kijken. Maar ik ga nu even verder kijken in de weekvlog. En dan zie ik jullie zo weer. Kijk hoe cute! Hallo Jin. En dit ben ik aan het kijken. Nou, we zijn weer een tijdje verder. Ik heb net Better Than a Dancefloor gekeken. Mijn aflevering. Ik zat erin. In de thumbnail zien jullie een screen van waar ik zat. Het stukje. Dat mag ik eindelijk laten zien. Ja. En jullie denken, waarom heeft Jamie altijd deze rode trui aan? Marry everything and it will happy whatever. Ten eerste, hij zit super lekker. De kleur rood past echt wel bij mijn huid. Vind ik ook wel mooi. En ja, dit ziet er heel raar uit. Als ik in mijn raampje kijk, dan ziet het er heel dom uit. Ik moet alleen dit nog even opruimen. Morgen of zo. Ik heb wel in mijn kamer opgeruimd. Maar ik was nu even moe en ik dacht, ik ga even in bed liggen. Het is nu 11 uur of zo. Dus ik ga wel zo meteen mijn oogjes lekker sluiten. Ik heb mijn tanden gepoetst. En ja, ik ga morgen weer naar school toe. Een dagje, super tof. Dus ik zie jullie morgen weer. Of voor mij morgen even jullie over een paar seconden. Dus nu. Hallo, het is donderdag. En ik sta net weer. Dit is misschien wel schattig. De blouse vind ik echt leuk, die er op me zit, maar het schijnt, maar was wel leuk geweest. Zo'n student-achtige outfit. Nee, dus het trui wordt sowieso niet en ik heb ook nog net wat bij je middelt. En dat laat ik zo meteen zien als ik thuis ben. Zo een hapje eten met Ines, super chip, super chill. Dus ja. Dit wordt hem niet, maar ik zit te twijfelen over dit blouseje. De blouseje is wel leuk. Oké, ik ga nu dat blouseje zien. En dit is het blouseje. Dat is super cute. Maar ik heb al een spijkerblouseje, maar ik vind deze wel erg leuk. En hij is check. Check. Best check.
is 20 euro. Dus eerst is weer scherp, wordt scherp, is weer scherp. Ja, ik weet niet, jee of nee. Het is een zwerfsoort. Het is echt moeilijk. Ik shop echt de laatste tijd weinig. Echt scherp. We zijn in de TK Maxx en wat vind je ervan, Dien? Leuk! Leuk, hè? Allemaal cute kleding en zo. En we gaan zo lekker een hapje eten. Een taartje. Of chocola. Of chocola. Dus yeah, gaan we naar TK Maxx. Pizza en pizza en dingetjes. En die is echt die paper boekjes. En ik heb chocola gehad. En hier. En die tasjes. En dat laat ik zo even uitzien. Dus smakelijk. We zitten dus nu in de Randstadgril. En ik ben nog steeds met mevrouwtje perfect. Wat? Like what you're saying. Ik heb ineens een fucking rode vlek in mijn nek. Wat is dit? Zal wel. Ik heb trouwens een Clarisonic gekocht. Zo, kan je nog schuin aan. Ik heb trouwens een Clarisonic gekocht. En dat voor, ja, ik heb heel veel vlekjes en zo. Dus dat ga ik proberen te werken met dat spul. En Ines heeft, we hebben allebei iets van Dove gekocht. Ja. Dus als we morgen onder we zitten, onder de puisjes, dan weet je waar het door komt. Nee, het is klein. Je kunt hier over zitten. Nee, zeg. Echt Rotterdam. Oh, wacht, misschien helpt dit. Station Meijersplein. Ik heb trouwens dat ene stukje van jou erin gelaten. Van wat? Dat je er zit. Dat je zo een eentje aan. Ik zag het ook erin. Oh my god. Erger echt in de eerste week vlog doe je dit. Oh my god, heel snel. En dan tweede. Dat deed ik. Eigenlijk moet iedere vlog, dat, of iedere week, moet je een ander trekje hebben. Ja, dat is een trekje. Loktik. Loktik. Ja. Kijk je dat gezicht? Dat gaat wel. Creamy face. We gingen straks net naar Sugo. En degene zei tegen ons: jullie komen hier vaker. Vaste klant. Vaste klant. De Sugo is een pizza tentje. Super lekker. Super lekkere pizza. Ga er eten. Als je in Rotterdam bent, ga zeker naar Sugo. En daarnaast zit een hele lekkere cupcake winkel. Maar die was dicht. Dus Ines gaat zo meteen thuis janken. En dan gaat haar moeder vragen: wat is er? Mijn cupcake winkel was dicht. Ik heb echt zin om te vloggen op mijn verjaardag. Just saying. Ik ben er ook. Ines is er ook. Ze, kijkt uit, ze gaat alleen de halve avond Wie is de Mol kijken. Want tot hoe laat duurt het? Van 9:30 tot 10:30. Maar ik kijk alleen even Wie de Mol is en dan ga ik weer verder. Weet je wel, dan kijk ik later terug de clues en allemaal. Dus je gaat alleen maar kijken Wie is de Mol en ja, dan... Ja, wil ik weten. En dan eigenlijk daarna party hardy! Yay! En wie irriteert je? Spoilers, spoilers, spoilers. Nou, iedereen zegt dat het Kees is, maar het moet ook Kees zijn, want die andere twee kandidaten zitten ook op Kees. Voor de mensen die het over Wie is de Mol, onder mijn kijkers Wie is de Mol fan is. Ik dacht dat Annemiek het was. App. Instagram Ines maar, dan geef je antwoord op. Nee, grapje, just saying. Maar vandaag is dus ook weer een nieuwe aflevering van Temptation. Gaan kijken. Het is nu 7:02. What the fuck, wat doe je? Dit wordt jouw nieuw tikje deze week. Oké, Temptation dus. En wat vinden jullie trouwens van mijn black new jacket met legerprint? Super cute. Oh, en mijn hand doet lam. Dus ik zie jullie wel als ik thuis ben en laat ik gelijk al mijn aankopen zien. En jullie zien in de zaterdag. Station Woudenrijs. Nou, ik ben dus alweer thuis en ik heb dus net mijn spullen die ik in deze tas heb zitten aan mijn moeder laten zien. En ik ga dat gewoon ook nu met jullie delen. Oh, het is een beetje donker hier. Daar ga ik even wat aan doen. En dan ga ik even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerste heb ik deze Spa Natural gekocht. En dat is een soort van Clarisonic. En die wilde ik al super graag hebben. Omdat, ik heb daar best wel goede verhalen over gehoord. Over zo'n Clarisonic. En ik wilde hem gewoon graag hebben. Maar toen stond ik in de Action. En toen dacht ik van, ja, wat zou ik dan erbij kopen, want ik moet wel gewoon goed mijn gezicht ermee reinigen. En toen kwam ik uit op de Dove Derma serie. En deze is wel goed, want dit is een face cleanser. Dit is echt wel een hele goeie. Toen was ik bij de Kruidvat en toen kocht ik Oreo. Daar heb ik al super veel zin in.
En deze was 2,99. Trouwens, deze was 8,95. En deze was 3,45. Toen kocht ik deze anti-klit shampoo, want die was op. En dit is echt mijn fave. En toen kocht ik dit. Dit is White Now. Direct wittere tanden in één keer poetsen. Maar weet je wat ik niet snap? Dit werkt dus tegen, zeg maar, als je wittere tanden wil. En dat wil ik wel. Dus ja, dit ga ik lekker voor jullie testen. En laat ik af en toe ook even weten in de vlogs wat ik hiervan vind en zo. En ook van dit ga ik dan testen. Toen was ik dus bij de Yamin. En dit heb ik al op, een beetje. Maar dit is dan de Sparkling Ice. En dit is niet alcohol. Dit is een soort van peach drunk drinken. Dat je gewoon doet. En in de vorige vlog. Of in de paar dagen geleden. Nee, in de vlog van afgelopen week. Kocht ik Boost. En dit was weer een actie. 3 halen en dan 2 betalen. Dus en deze kostte normaal 1,50 per stuk. En deze, dit heb ik allemaal gekocht in de stad. Met deze erbij. Echt alleen maar eten. Top. Dus ja, dit was alles wat ik heb gekocht. Ik ga zo meteen hier achter mij de tv aanzetten. En dan ga ik lekker Temptation kijken. Ondertussen ga ik Oreo eten. En dit drinken. En ja, ik laat af en toe wel even een keer in de vlog zien van wat ik nou eigenlijk van dit vind. En of dit nou echt werkt. Een soort van mini review in de vlogs. Dus dat ga ik doen. Ja, dit vind ik ook wel een heel mooi product. Ik ga deze zo mooi neerzetten. Misschien komt dit ook nog wel in een aparte video. Wat ik van na de weekvlogs heb gekocht. Ik ben echt super blij met dit ding. Oh my god. Deze stond echt best wel lang op mijn bucketlist. Dus ik ga nu even de vlog afsluiten. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is nog vrijdag. En ik sta in het bushokje. Het regent keihard haatregen. Maar ik heb wel weer mijn nieuwe jas aan. I love this jas. En mijn 94 bag. Het is nu wachten op de bus. Nog 3 minuten. En ondertussen is het aan het regenen. En ik moet even naar Pijnakker, Raadhuisplein, zeg maar, omdat ik oortjes nodig heb. Ik heb nu oortjes in, maar het fijne is dat er 1 oortje kapot is. En dat vind ik echt zo niet leuk. Deze. Dit oortje is kapot. Dus ja, daar baal ik echt van. Vandaag wordt ook, gisteren heb ik nog mijn tanden gepoetst met een normale tandpasta. Maar vandaag heb ik mijn tanden gepoetst met die ding. Ik denk dat ik na een paar keer poetsen moet doen. Dan zie je ook beter resultaat, denk ik. Nog 2 minuten wachten. En ondertussen heb ik het oud. Mijn handen zijn gewoon helemaal rood. Wacht even, overpak. Ja, ben ik. Kijk. Ze zijn helemaal koud. En heel veel mensen zaten me echt aan te kijken. Wat ben je aan het doen? Je bent jezelf aan het vloggen. Stop. Ik ga verder. Ik heb vandaag Engels examen en Nederlands examen. Mondeling. Dus ik moet 5 minuten praten. Yeah. Dus dat is super chill. Dat moet ik wel volgend. Ja, ik ben nu ook al bijna 1,5 minuut aan het lullen. Shit, stop. Dat komt goed. Dus yeah. Jullie gaan vandaag weer mee in het dagje. Ik ga dus nu eten halen bij de McDonald's. Ik heb mijn comfy outfit aan. En mijn schoenen van Adidas. En mijn comfy trui. Die heb ik vandaag ook aan. Ik ga nu naar de McDonald's. Want ik ga lekker eten. Ik ga het halen bij de McDrive. Ik ben me aan het klaarmaken. Mijn stiefvader die wilde graag gaan. Dus, let's go! Lekker in bed liggen en ik heb McDonald's gehaald. Super leuk! Dit ga ik lekker eten en ondertussen lekker een serie kijken op YouTube. Of op RTL Meer Gemist. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. 5 maart en oh, ik ben echt brak. Ik ben echt moe. En vanavond is mijn feestje. Daar heb ik super zin in. Ik ga zo weg. Over 20 minuten moet ik weg. Dan ga ik richting Emerald. Want ik ga vandaag heel snel naar de kapper. Omdat, kijk, weet je wat het is? Oh my god, wacht even. Kijk,
dit is wat nu mijn haar, weet je wel. Maar iedereen de vraag, ja of vaak, opmerken, ja het is lang, whatever, dat soort dingen. Dus je gaat minimaal 10 centimeter af. Ik film zo meteen wel bij de kapper. Mijn telefoon zit nu in de lader, maar echt mijn haar, jongen. Die weet gewoon dat ik vandaag ga knippen, omdat het nu echt on fleek zit. Een beetje. Kijk hier, dit. Dus ik ga zo meteen even een selfie maken op Instagram, of op dit, of op Snapchat. En dan, dat is mijn laatste selfie met lang haar. Was echt raar, hoor. Ik ben alweer 1 minuut 5 aan het lullen. Trouwens, het verhaal van gisteren heb ik hem niet verteld. Ik had gisteren dus mijn Nederlands examen. 2. Het ging best wel goed. Mijn mentor, mijn docent, kreeg kippenvel. En ik heb bijna de helft van het verhaal alleen maar lopen janken. Omdat het gewoon zo dichtbij weer kwam. En ik dacht er weer aan. En toen dacht ik, wauw. Kan best wel. En ik mocht in totaal nog 5 minuten praten. Ik heb die tijd echt gebruikt. Ik heb 4 minuten 50 gepraat. Dus op zich was het wel te doen. Het was echt wel een goed verhaal ook. Dus ik ga me nu even klaarmaken. En dan zie ik jullie zo meteen weer in de kappersstoel. Hiervoor. Nog lekker lang. In de kapper. Het is allemaal af. Zo, lukkig. Dit is mijn nieuwe haar. Jeetje. Het is kort. De achterkant. Best wel kort. Ik heb het geknipt bij die winkel daar. Haar app. Dus dat is wel chill. Het is lekker kort. Ik ben echt blij mee. Ik kon net het vorige beeld zien dat er best wel veel af is. Jeetje. Ja. Ik moet denk ik wel wennen. Het is wel wennen. Ik heb dus net mijn cadeau gehad van mijn ouders. En ik ga naar de bodyguard. Oh my god, met mijn stiefvader. Superleuk. En natuurlijk ga ik dat ook voor jullie vloggen. En mijn moeder is hier aan het bellen met mijn opa. Dus yeah, I love my happy hair. New hair. Nou, ik ben dus klaar beneden. Mijn haar is nog steeds wennen. Maar ik heb wel het idee dat deze kant veel beter is. Oh my god, hoe ga ik dit doen? Oké, zo. Nou, ik wil jullie laten zien waar ik dus vanavond een feestje geef. En dat ga ik allemaal vloggen. Ik ga proberen met mijn spiegelreflexfilm te filmen, omdat het beter gewoon is, kwaliteit. Dit is de plek, net als verleden jaar, voor de mensen die de vlog hebben gezien. Even overpak. Voor de mensen die de plek hebben gezien, die toen ook mijn vlog al volgden. Buiten... kan je zitten. Buiten kan je zitten. En binnen. En dit is dan zeg maar het plekje waar ik de hele dag ga zitten. Nee, geintje. Maar ik ga natuurlijk ook dansen. En dit is het eetgedeelte. En waar ik super blij mee ben, dat pak ik. Dat zijn deze American Cups. En dat is wel super tof. Dus, en we hebben marshmallows, chips, we hebben echt letterlijk alles. En dan hebben we hier, hebben we drinken. En ik heb een hoesje dus van Vespa. Voor de mensen die willen weten of ik een birthday video doe van wat ik allemaal heb gehad voor mijn verjaardag. Die komt er aan. Binnenkort aan. Super tof. Ik heb alleen nog niet tegen niemand verteld dat ik mijn haar heb geknipt. Ik heb alleen net een foto geplaatst op Instagram. Met mijn lange haar. Dat mensen denken, oh my god, hij heeft lang haar. En dan komen ze hier. En dan denk ik, woe, lang haar. Ik ga zo lekker de vlogs kijken. Daarna ga ik douchen. En dan daarna ga ik me klaarmaken. Ik denk dan gewoon deze schoenen aan houden. Deze schoenen zitten super tof. Chill, mijn broek en mijn Monica Geuze shirtje. En ben ik klaar voor. Party, 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 party. Ik ga zo meteen denk ik wel even mijn gezicht reinigen met die Kerasonic. Want dat moet gedaan worden. Ik doe het wel dat we 1 keer per week doen, maar toen had ik het dus niet gebruikt. Ik had het wel gebruikt, maar niet goed. En nu wel, dus ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dus yes! Nou, ik heb dus net een cadeautje gekregen van Kiara, super schattig in het Urban Outfitters ding. Met die letter J, ik ga het openmaken.
Oh my god, Kia. Oh my god. Oreo. Passoa. Passoa, ik weet niet of je het kent. Oh my god, K. Van deze heb ik een hele grote fles. Wodka. Dit is wat ik heb gehad. En... Candy! En candy. Oh, hij is wel gescheurd hier, maar... Ik ga dit lekker bewaren. Ik vind het echt leuk. Ik ga dit bewaren. Dus dit waren lekker daar. Een cadeautje van Kia. Dankjewel. En jullie zien het allemaal nog apart in een birthday video. Maar misschien de Oreo niet meer, omdat ik die misschien al op heb voor die tijd. Dus. Thanks. Oké, we zijn op een feestje van mijzelf. En Marleen is er. We zien niks. Kiara is er. Daarachter is... Oh, weer. Weer. Het wordt een traditie. Hallo. Hallo. Hier is... Je hebt mijn naam niet eens gezegd. Ines. Oh, dat is Ruby trouwens. By the way. En daar... Oh, staat Jamira te dansen. Oké, doei! Oh, ik ben met Elijah! Hi. Oh, je ziet er alleen niet. Sylvana! Hey. Karima! Hey. Ben ik op de verjaardag voor Jamie? Yeah! Oh my god, ik vlog ook! Vlog Sefje! Sylvana is ook aan het vloggen! Oké, doei! Doei. Sail. Oh, what? Coffee. Gonna never forget you. You will always be by my side. From the day that I met you. Karaoke. Karaoke. But no one minds more. Doei! Oké, guys. Weet je wie er zijn? Hi, Mina! En hier, Mila. En jullie kennen hem wel nog van... Tina Weekend! Oké. En Sylvana is ook aan het vloggen. Abonneer op haar kanaal. Sylvana. Sylvana's live. Sylvana's live. And I love your t-shirt. That's the best. What do you mean? What do you mean? He got me the answer. But he got the answer. Tot zo. Sylvana is hier aan het schoonmaken. Jamie heeft haar drank over de heen gekregen. Mila is haar aan het uitlachen. Elisha is weet ik niet wat aan het doen. Karim. En Erik gaat mee samen. Kijk wat zij aan het doen is. Alweer, Ruby staat alweer een drankje te doen. Ze is dronken, man. Hoi Nina, zeg hallo. Oh, no!
half elf, maar maak die uit. Doei! Luister, een deel. Guys, what the fuck doen wij? Dit komt in de vlog, hè? Besef dat er wel. Een deel dan is een lange plastic ding. Hoi Nina. Ja, dank ik niet. Hè. Wat ben jij? Ik moet ook komen. Bestem. Ja, ik kan het niet meer. Ik dacht dat het was. Nina, nee, doe ik doe het niet meer. Oké. Okay. Nou, ik heb het. Wacht even. Sluit. Oh, daar is mijn leen weer. Oké, volgende vraag. Nou, ik ben dus nu nog met Sylvana en Jamira hier. Ze zitten een horrorfilm te kijken en ik ben ongeveer 5 minuten jarig. Superleuk, dus ik ga denk ik ook wel nu, de vlog niet afkappen, maar gewoon Sylvana, je ziet de beelden van... Doei. Oké, guys, ik ben jarig, het is nu 12:30. We gaan lekker slapen, want morgen moeten we weer vroeg op, denk ik. Zeg eens dag tegen de camera. Seel. Zeg eens dag tegen de camera. Tot morgen. Slaap lekker, iedereen. Tot morgen. Doei, guys. Love you. Hoi, het is vandaag zondag en ik ben wakker. We zijn wakker. Kiara zit daar. Hallo. En Sylvana, die... die is verdwenen. Zwaai, Seel. Daar ligt ze dus. En dan, ik heb echt lekker geslapen. Ik werd wakker met heel veel berichtjes van lieve kijkers en heel veel mensen, vrienden en dat soort dingen. Super lief. Ik voel me erg jarig. En we gaan zo naar de stad, want Kiara, haar telefoon, die is gisteren gevallen. Dus er zit een hele fucking barst in. Dus we gaan even kijken naar bij de Vodafone of die gemaakt kan worden. En dan daarna ga ik weer naar huis, want dan komt mijn familie. Yeah! Dus dat wordt super leuk. En mijn kamer is echt een fucking bende. Check. En ik lig hier. Ik moet nog wel wennen aan mijn haar. Omdat het gewoon nog kort is en zo. En dat ik het niet echt gewend ben of zo. Maar het ziet er wel leuk uit. Dus ik denk dat ik morgen met een capuchon op school ga lopen. Top. Oh ja, stage. Goed zo, Kiara. Ja. Ik heb Sylvana daar. Die is gisteren naar Global gegaan. En die heeft voor mij een filmpje van Sterren opgenomen. Heel de dag moest ik daarop wachten. Heel de fucking dag. En toen om 12 uur kreeg ze te zien. Ze staan allemaal op mijn Instagram, by the way. Dus ja, ik ga werken. Doei. Lekker. Ik lig nog steeds in bed. Het is 11:15. Ik Sylvana is wakker. Ik moet niezen. Lekker gevoelhoofd heb je, Jamie. Lekker ingezoomd in alles. Je moeder. En Kiara is hier. Hashtag is zwerver. Jij dan? Ben jij mijn grootste zwerver hier? Hey, niet doen! Met je grafkop. Oké, doei. Help, nee! Kia. Kia, wat lach je? Je bent ingezoomd. Ah, dit is echt heel erg ingezoomd, man. Goedemorgen, Sylvana. Goedemorgen. Dit zou maar elke dag naast je liggen. In de ochtend. Nou, ik heb beter dan mijn vriend. En grapje. Kiara staat hier deel onder de oksels te doen. Dat is wel belangrijk. Kiara, waar gaan we zo heen? Telefoonzaak. En wat gaan we daar doen? Telefoon laten maken, wat anders. Of we gaan jouw kop laten verbouwen. Je moeder. Hé, hey, wacht. Guy. Auw. Je... Ah! En die lig ik hier.
Bij Jezus, waarom is het hier zo donker? Waarom film je me? Voor de vlog. Dus, ja, dan zie ik jullie zo weer. Op de fiets, we gaan even naar de stad. En kijk onze mooie outfit. Joggingsbroek, blijf vriend. Ja, maar. Yeah. Dus we gaan lekker naar de stad, even naar Vodafone. Even wat eten halen, een broodje. Het is echt mega koud, maar dat houden we er niet van. Om lekker naar de stad te gaan. Hey Kiaar. Zwaai is. Aha, oh, oké. Okay. Nou, wij gaan nu even naar de stad en dan zien we jullie zo weer. Nou, we hebben onze joggersbroeken aan, hè, guys. Leuk. Leuk. Echt super leuk. Kijk, nu zit ik de pizza. En dan zit zij bij me achterop. We zijn net naar de winkel geweest bij de Vodafone. Ja, echt, hè. Jezus. Ik mag 2 juli een nieuw toestel uitzoeken. Ik ben echt blij. En ik ga denk ik de iPhone 6S halen dan, en dan zie je dan wel. Ik noem de vlog, fietsen ging bij hem mis. Oh my god. Ik heb 4 croissantjes en twee worstenbroodjes. Oh, trouwens zo fietsen ik er dan weer bij. Dit is zo leuk, oh my god. Kijk, we zijn nu bij de kerk. En we zijn nu bij de Oostpoortbrug. Yay! Hier woon ik in fucking Delft. En we gaan nu lekker naar huis fietsen. Mijn familie is er. Yay! Oh ja, dat tapijt. En we zijn foto's aan het kijken. En ik heb dus net een foto gekregen van mijn tante. Verjaardag. Met allemaal foto's van mij vroeger. Kijk. Cute. Super schattig. Die ga ik ophangen in mijn kamer. Heb ik daar ruimte voor? Tuurlijk. Dus kijk hoe cute ik hier was. Samuel 1.0. Ik heb de kind van mijn mama. Ja, jullie hebben allemaal kinderen genomen. Ik jaren zit daar nog steeds als enige met blote billen gezicht. Ja. Sylvana is er uiterlijk aan het doen. Ze lijkt net zo'n poppetje die achter zo'n dingetje staat, zeg maar. Zo'n dun 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 met zo met die blote. Mijn nichtje is hier, die heeft bordjes erbij. Iee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 
vanochtend breakfast halen. Superleuk. Tja. Het was leuk om eten te halen. Nou. Giovanna, wat doe je? Make-up in mijn etui. Dus, ik ga naar beneden. En ik zie jullie zo weer. Doei! Doei. 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 Was gezellig. Doei. 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 App even als jullie thuis zijn. Is het goed, app ook als jij thuis bent. Ik ben thuis. Goed, je moet me wel appen. Is goed. Doei doei, was leuk. Doei. Doei doei. Doei. Doei doei. Doei. Moordvrouw gekeken. Het was echt een super spannende aflevering. Ook de laatste aflevering van Moordvrouw in totaal. Het is toch super spannend. Iedereen, ik wil geen spoilers vertellen, maar er gaat wat gebeuren. Ik ga nu de vlog even editen die jullie nu zien, zeg maar. De weekvlog. En ondertussen screent hij een video hier. Kijk daar. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!